Het Hart van Loil, een terugkerend item bij Loil TV. Vorige keer hebben we de nieuwbouwplannen bekeken en dit keer gaan we kijken naar het huidige dorpshuis, De Zomp. Het onderdeel van het Hart van Loil. De beheerder Geert Wanders vertelt wat er kan en wat er straks mogelijk is. Als beheerder zorg ik ervoor dat de ruimtes geopend zijn op het moment dat er gebruikers zijn. Dat betreft niet de kantine, want die loopt een beetje separaat. Maar ik open en sluit de ruimtes. Ik hou het schoon en ik zorg dat de boel er netjes bij ligt. In het hart van het dorpshuis hier bijvoorbeeld zouden we een biljart neer kunnen zetten waar je lekker kunt biljarten. Ook een kaartje kunt leggen en dan zorgen dat er een vrijwilliger is die voor een natje en een droogje kan zorgen. Een kopje koffie of thee of iets anders. Dat moet allemaal mogelijk zijn, ook in de oude situatie. Inderdaad, beneden hier zijn multifunctionele ruimtes. En daar kun je dus, behalve repetities van verenigingen, kun je dat ook heel goed gebruiken voor vergaderingen, voor kaartmiddagen of kaartavonden of anderszins voor gezellige dingen. In de sporthal, die wordt natuurlijk gebruikt door allerlei verenigingen op dit moment, maar die kun je ook gebruiken voor kinderfeestjes of anderszins leuke activiteiten die je een keer wilt doen met een buurt of vereniging. Nou, die ruimte boven die kun je heel goed gebruiken voor jeugdactiviteiten. Je kunt er lekker chillen, je kunt daar een disco houden. Op dit moment schieten daar de schietvereniging nog. Je kunt daar een biljart, je kunt daar jeugdbiljarten, je kunt daar darten, je kunt daar allerlei dingen doen. Nieuwe ideeën die niet hierin passen, die kunnen we waarschijnlijk denk ik wel kwijt. En die nemen we ook zeker mee bij de ontwikkelingen voor de plannen voor het Hart van Loil. Ja, en als we nou inderdaad naar buiten kijken, heb je ook heel veel mogelijkheden op het sportpark van de SV Loil. Er is een mooi terras waar je kunt zitten. Er is een kleine kinderspeeltuintje. Er is een jeu de boule baan is er. Er is een pannaveldje waar wat we kunnen gebruiken. Dus er zijn heel veel legio mogelijkheden die je kunt gebruiken als je als oma of grootmoeder, hier komt kaarten en je kunt bij de kleinkinderen mee, die kunnen buiten wat gaan doen. Dus het is fantastisch. Een bijzondere goedemiddag, luisteraars en amateurs. We zijn nu even afgestemd bij de uitzending van de station, de Gelderpiraat. Dat allemaal even middels 97.3 in FM Stereo. Al vanaf de jaren 70 zijn de Lolenaren actief in de piraterij. We gaan op zoek naar verhalen van vroeger en nu. We zijn op bezoek bij Henk van Mierlo. Hij zal ons zijn ervaring vertellen over piraterij in de jaren 70. Ik ben in 1978 begonnen eigenlijk. Ik kwam op een zondagmorgen bij mijn oom en die was naar de radio aan het luisteren. En dat was een piraat die hij erop had staan. En dat was de Marianne uit Loenen. En ik vond het zo fascinerend. En een paar maanden later kwam hij met een middengolfzender bij mij thuis. Heel kleintje. En ja, ik had er niet zoveel verstand van. Dus, maar een paar weken later kwam hij met een klein FM-zendertje. En daar heb ik eigenlijk mijn eerste contact mee gelegd. Dat was maar een straat ver en dat was eigenlijk het eerste contact naar de Kunta Kinte. Voor de meesten wel bekend denk ik, voor de mensen in Loil, met Jan van Dijk. Ja, toen heb ik me voor mijn eerste geld, wou graag een wat zwaardere zender hebben. Ik met mijn vader en Karel Koenen, dinsdag 1978 met de bus naar Doetinchem toe. En dan kwamen we bij een platenzaak en we vroegen dus, hey, kan ik hier een zender kopen? Nee, dat kon dus niet. Maar na een beetje aandringen moesten we dus achter in de winkel zijn. En achter in de winkel was dus een keus. Welke zender dat je wou kiezen? In 1983, 6 februari, 11:10, kwam er een abrupt einde aan onze hobby. Ik was bij mijn kameraad aan de zender, John, en ik zag daar een Ford Taunus door de straat rijden. Hij zei tegen John: John, ik vertrouw me niet, ik zie die Ford Taunus hier rond het huis rijden. En John zegt daarop: wie mij wil pakken moet nog geboren worden. 10 minuten later werden we omsingeld door 2, 3 politiebusjes met die Ford Taunus. Mensen, ambtenaren eruit en die stormden naar boven en we moesten naar beneden toe. Een half jaar later kreeg ik een brief van de rechter. Als ik afstand deed van de zender, dan was alles kwijtgescholden. En dat heb ik maar gedaan. We rijden door naar Waldo Wijnald. We gaan kijken wat hij ons kan vertellen over piratenfeesten in Loil. Ja, groot feest in Loil. Vroeger gebeurde er in Loil nog veel meer met de piraten. Dus we hadden met een aantal piraten, een stuk of 5, 6, zaten we bij elkaar en zeiden van: goh, laten we eens een keer een leuk feestje geven. Dan hebben we hier in de wei een keer een grote tent neergezet met een hele hoge antennenmast. En een avondje gezellig muziek voor iedereen met live artiesten. En dan de volgende dag een zendertje aan. En zien dat je zoveel mogelijk rapportjes krijgt vanuit heel Nederland. Maar een mooie tijd. Het grote verschil tussen Radio NL en piratenmuziek. Radio NL die draait muziek van Nederlandse bodem, vooral Nederlandstalig van nu en af en toe een plaatje van vroeger. Maar die piraten is eigenlijk precies andersom. Die draait de Nederlandse muziek vooral van vroeger, met af en toe een plaatje van nu, met af en toe een polkaatje tussendoor, een Duitse slager, een Engelstalig plaatje, maar vooral van vroeger, van 40, 50, 60 jaar geleden soms wel. Nou, het leuke was wel, vroeger begon je altijd met plaatjes draaien, gewoon singeltjes, ouderwetse singeltjes. Toen kwam de cd, ging je rustig over met cd draaien, toen kwam de computer, ging je alles met mp3 draaien. En heel grappig is dat de meeste piraten die je kent, die draaien bijna allemaal weer met singeltjes. Gewoon van vroeger weer terug. Laten we gaan kijken hoe een hobby van vroeger nu via internet plaatsvindt bij Renier en Simon Peters van Luchtketenbank. Wij zijn begonnen omdat we ons een beetje verveelden in de coronatijd. Toen dachten we, wat kunnen we beter doen dan een beetje plaatje draaien? We luisteren al veel piratenmuziek. Ja. En natuurlijk we hebben een mooi groepje bij elkaar gevonden. En zijn we eigenlijk gewoon zo samen een paar plaatjes bij elkaar gaan smokkelen en gaan draaien. Waarom we zijn begonnen met op internet draaien in plaats van op te zenden, is eigenlijk meer omdat we wel het leuk vinden om de plaatjes te draaien, maar de boetes zijn minder leuk. Dus wel de lusten, maar niet de lasten. Ondanks dat we natuurlijk via YouTube draaien, wat tegenwoordig voor iedereen veel bekeken is, draaien we alles nog steeds via ouderwetse platen. Ja, de een die verveelt zich en die gaat een beetje bushokjes kapot knappen en wij gaan als stel zuurten een beetje plaatjes draaien. En we drinken natuurlijk een pilsje erbij. Vorige week was het Valentijnsdag, de dag van de liefde. We hebben een Loilse oude echtpaar bereid gevonden om over hun liefdesleven te vertellen. En niet te vergeten, jullie ingestuurde foto's van jullie trouwen op mooie plekken in Loil. We zijn hier op bezoek bij de heer en mevrouw Te Heert. Samen alweer 56 jaar getrouwd. Mat neemt ons mee naar hun ontmoeting. Ik kwam toen hier fietsen en toen liep ik verder op de straat. Met een paar keus. Oké. Godverdomme, ik vlieg ook al door. Oh, God. Nee, maar toen, en ik toch, hoe ik de vraag, jij maar die keus. En liep er, nou, ongeveer, nou weg dat hoor. Ja. En ik naar binnen toe. Maar, opa, je kent hem ook. Ik zeg, doe dat verder op straat. Ik zeg, mijn keus, oh, dat en dat. En dan kwam ik zo zacht aan mijn moeder terecht. Aha. Liep ik ook een keer. Je zegt hem van de verkeerde keur. Oh! Ik heb ook in de verkeerde deur gelopen, ook een keer hoor. Oh, oké. Okay. Ik kwam bij George Bolt terecht. Oh. Mijn vader. Ja. Maar jullie hebben elkaar leren kennen en toen was het gelijk trouwen ja, of was het nog even... Beetje twee hoor. Beetje rondgelopen. Beetje rondlopen. Ja, nou niet zo... Ketjesavond op een moeder. Nee, maar ik moest van moeder, mijn moeder, ja. Die tiet ook een dennis huren. Moe had in de gaten dat ze ook achter het kwam. Oh, ja. Dan zat ze door alleen. Dus ja, dan mag ik hulp hebben. Oh. Ja, ja, zo gehaald waren ze vroeger ook nog. Toen, ja, in die tijd was dat zo een beetje. Ja. En deed je haar dan wel bijvoorbeeld hè, met Valentijnsdag, deed je dan wel even een mooi bloemetje of verwennen? Nee, toen had ik haar trouwens niet nog zo. Nee? Nee. Altijd nooit gedaan. Nooit gedaan. Nee, alsnog. Heb je nooit een bloemetje gehad? Jawel, jawel. Ook die tijd nog steeds helemaal overdreven. Bus van 5 gulden was niet. Bij Ali zie je ze in Buxke, hè? Wat een mooie mensen. We willen bij deze alle Lolenaren bedanken voor de ingestuurde foto's. En in het bijzonder Mat en Dien Te Heert voor het gezellige bezoek. Bij de Contactraad en Lol kunnen inwoners en betrokkenen van Lol een duofiets huren. Vandaag gaan we op pad met 2 Lolenaren. Goedemorgen, ik ben Toon van de Berg. Ik ben altijd visboer geweest in Dinam op de markt. En dit is mijn vrouw Gabi. En we zitten vandaag op de fiets. En we nemen jullie vandaag een dagje mee naar de markt. Dat ik 25 jaar gestaan heb. En samen met Gabi 16 jaar gestaan heb. En eens even een terugblik maken. Ja, ik begin morgens 6 uur en dan begin ik de kraam in te pakken. Ja. En dan tot een uur of 9, half 10. Dan wordt er even nog koffie gedronken en dan wordt de zaak gestart en dan rijden we weg. Nou, ik deed altijd al een beetje op braderieën en op tuinfeestjes deed ik een beetje paling roken met vrienden en bekenden. En tot er op een dag, omdat ik werkeloos was, kwam er op een dag een viskraam vrij van de familie Burgers. En toen ben ik even naar Tieners toegegaan. Ik zeg, Tieners, verkoop je de zaak? Nou, daar wou in eerste instantie niks van weten. Maar na een paar weekjes kwam hij toch bij me langs en zegt, hoor, ik wil er toch wel een keertje vanaf. En zodoende, zo is het gelopen. Ja, hier in Didam is natuurlijk het meeste wat je verkoopt is een gebakken visje, een kibbeling, een haringje en een scholletje. Natuurlijk, de mensen gingen ietsje luxe eten, een stukje kabeljauw erbij. En natuurlijk die favoriete paling van mij, dat was natuurlijk de topper, hè. Dat was wat de mensen heel graag wouden eten. Jazeker, wenn Toon die haringen net zo gemaakt had, dan ga binnen. Die kan 's morgens om 7 uur kan ze heel makkelijk een haringje eten. En dat vinden ze heel lekker. We gaan natuurlijk missen onze mensen op de markt als eerste. En ook natuurlijk het druk zijn met een bedrijfje waar je toch zelf hebt opgebouwd. En wat ik altijd heel leuk gevonden heb. En van genoten en waar ik ook succes in had. Hè? Decoreren, in huis, alles leuk maken. Ja. Dat vindt Gabi heel leuk. Dingen maken, zo wie bloemstukken of zoiets. Ja, maar kijken. Maar aan eerste stelle eerst met die kleinkinderen wat doen. We hebben 2 mooie elektrische fietsen, dus er kan niks gebeuren. Die hebben we 5 jaar, die hebben we nog geen 100 kilometer op gefietst. Ik wil ook nog even iedereen bedanken in Didam, die ons de laatste dag op de markt zo gigantisch verzorgd heeft met bloemen, chocola, kaartjes en van alles en nog wat. Drankjes en van alles kwam erbij aan de pas. Hartstikke leuk, iedereen bedankt nog. We hebben een voortreffelijke tijd gehad. 25 jaar was natuurlijk niet niks. En ik vind het mooi geweest. Je hebt gekeken naar de tweede uitzending van Hart van Loil TV. We hebben met veel plezier en enthousiasme deze uitzending gemaakt en we hopen dat jullie ervan genoten hebben. Mocht je leuke ideeën voor een item hebben of een keertje meer willen helpen een stukje van de uitzending te maken, meld je aan via hartvanloiltv@gmail.com.